Lekker, als je niet tegen. Ik ben Mark en we zagen je met de handscape rood te trekken sleden. Vooral in een keer gebleven en we gaan vandaag weer verder met het trainen van onze skills. En hopelijk gaat dat goed. Ik heb nog een beetje eten bij me, dus dat zal volgens mij wel goed moeten komen. Nou ja. Ik heb eigenlijk in de tussentijd niet echt veel gedaan, maar het zal goed moeten komen. Kijk, cooking throat in butter. Zouden we misschien ook wel kunnen doen, dus dadelijk. Als ik genoeg tijd heb, laat ik maar zeggen. Maar ik ga er niet vanuit dat ik genoeg tijd heb, maar... Misschien dat ik gewoon vandaag alleen even de constitution even omhoog doe. En dat ik dan gewoon in de tussentijd gewoon even ga kijken waar ik misschien beter kan gaan trainen. Want ik doe het niet echt zo snel werken. Even kijken. Oh, ik klik aan de verkeerde teken aan. Free to play melee training. Even zien, wat heb ik nou weer? Barbarians of Cockroach Soldiers. Cockroach Soldiers, daar ga ik dan maar heen. Ze zeggen dat het beter is dan hier. Kijk, Stronghold of Player Safety. Dus dan moet ik even kijken, waar moet ik eigenlijk alweer heen? Edgeville, daar moet ik zijn. Volgens mij ben ik er al wel eens een keer geweest, als ik me goed herinner. Jezus. Helemaal is ik mijn ding weer. Nee, ik moet hierheen. Kan ik deze crevice al gebruiken? History. Full access to cockroaches. Oké, maar hoe ga ik dat precies allemaal heen? Upper level, dan moet je van de minste. Oké, ik weet hoe ik moet gaan. Kom ik hier ook weer eens een keertje. Oké, ik weet waar ik nou zit. Ik moet eigenlijk gewoon helemaal achter in die hoek. Daar moet ik zijn, bij en daar zit een trap. Cockroach Soldier en wat had ik er nodig? Ja, de soldiers.
deze ga ik trainen, maar dan ga ik even naar een andere locatie waar ik ze het beste heb. Dat is via deze trap. En dat is dan hier. Hier spannen namelijk 3. Even die old level proberen te hebben. En distant unlocking sound. Dus er was ook ergens een opening. Oké, en nu kom ik weer in de carvis. Ja, nu kan ik daar makkelijk in. Oké. Top. Ga ik gewoon hier trainen. Is ook wel dichterbij een bank. En eten is meestal wel dicht in de buurt. Zoals vis en zo. Karapakje, wat is dat er nou weer? Over armor. Hoe heet dat nummertje eigenlijk? Safety in numbers. Ah. Wanneer ze hier dood zijn, kan ik nog deze al even laten kapot gaan. Ik wist al eerder dat die cockroach soldiers level 52 of hoger waren. Maar gewoonlijk wel een uitdaging. Ja, viel wel mee eigenlijk. Dat is op zich wel fijn. Als de eentje bijna dood is, dan spawnt de ander al. Gewoon gigantische kakkelakken. En ze doen gelukkig niet zoveel damage als die bats. Dus dit heb ik eigenlijk liever. En dan moet ik dan trainen tot level 40. Dan kan ik met combat levels level 40. En overal level, dat maakt er zich niet veel uit. Oh, ik had ze alle drie al hier kapot gemaakt. Oh. Die is opgelet, joh. Nou, hier kan ik ook veel langer blijven zitten. Vanwege dat hier gewoon niet zoveel aanvallen zitten en zo. Dus dat maakt het op zich wel makkelijker. Veteran Cape 5 jaar, maar ik heb gelukkig al die 10 jaar. En het gaat al wel even een tijdje duren voordat ik de 15 jaar heb. Volgens mij heb ik al pas dit jaar die 10 jaar Cape. Een offhand rune, een skimitar. Graag zelfs. Ik heb er niks aan, maar het is... Nou, die kun je volgens mij niet trainen, volgens mij. Ja, toch wel, laat maar. Ik wist niet dat die dingen ook hier kunnen droppen. Oh, dat kan ik ook beter doen. Gewoon met 2 skimmitars gewoon blijven slaan. Oh, ja. Oh nee. Laat maar. Ik wil gaan zeggen, dat kan ik wel veel meer met die draak doen, met beide handen. Behalve die heeft Dragon Breath, dus daar moet je wel zo'n Anti-Dragon Shield voor hebben. Dus in dat geval moet ik toch wel even... moet wel met een schild in het gooien, een waardje. Ik denk dat ik hier ook gewoon eventjes tussendoor gewoon een keer moet trainen, want als ik constant dit blijf doen met het trainen, ja, het maakt mij op zich niet veel uit, maar het probleem is of jullie het interessant vinden is een ander verhaal. Als ik daar constant iedere aflevering
Bijvoorbeeld bij Karmia doe of hier. Ja. Ik moet eigenlijk gewoon even binnenkort wel echt heel wat gaan trainen. Ik ga gewoon vandaag gewoon sowieso level 37 constitution krijgen. En gewoon al proberen om een beetje ver. Of ja, ongeveer halverwege probeer ik te gaan met de andere drie skills. Gelukkig hebben deze ook niet zoveel damage. Ja. Ik kijk vanzelf hoe ver ik kom. Zo, lekker twee crits. Oh, drie. Nee, ik hoef die items niet. Is al dood. Hop, dan ben je lekker even gegeten. Je kunt lekker lang overdoen. Dat is wel fijn. Hoppa! Deze vind ik ook best wel chill om te gebruiken. Zodat je constant damage krijgt. Hallo! Gaat hij nou weer in al? Kitty Demon. Die behoorlijk hoge level. Daar hang je dan. Unchut Sapphire. Niet echt de moeite waard om mee te nemen. Het is ook op zich best wel chill. Je weet dan al die bats. Hier kan ik ook gewoon constant blijven doorgaan. Bij die bats is het zo van hem hier weer even wachten. Weer even skeletten kapot maken. Behalve hier blijf je gewoon lekker constant doorspawnen. Het zal soms al eens een moment zijn van een paar seconden, maar beter dan een halve minuut, laat ik maar zeggen. XP en dan heb ik in ieder geval Constitution in deze aflevering niet omhoog. Lekkere kit. De sfeer is minder. Het limpetje vind ik ook wel grappig eigenlijk. Uh,
Yay! Concentration level 37. More life. Wat is dat nou weer? Een mithril helm. Graag zelfs. Dat scheelt weer een stukje. Oké, dit is eigenlijk best wel handig. Ik moet gewoon vaker doen, joh. Komen nog behoorlijk wat goede items te droppen. Misschien moet je er ook wel een beetje geluk mee hebben, denk ik. Nee, maar ik heb toch al een mithril. Ja, tuurlijk. Ah, ben ik nou niet dom bezig? Ik dacht bij mezelf, oh, het is adamant. Nee, het is mithril. Er zit nog wel een verschil in tussen die twee. Steek. Oké, even regenen. Ja, dat doet hier veel. Oh, dat heb je weer. Die heeft nog behoorlijke aardige skills. Behalve, ik ga nog deze drie kokkoortjes nog even kapot maken. En dan vind ik het wel even weer genoeg geweest. In ieder geval één leveltje vandaag gedaan. Als ik binnenkort nog wat meer tijd heb, dan ga ik gewoon even tussendoor nog een keer proberen te vechten hier. Oké, nog eentje. Graag zelfs. Wat heb ik toch geluk. Nou, ik heb nu in ieder geval twee groen armor stukjes. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later!